Neem ons even mee, wat is er precies gebeurd? Nou ja, de formatie tot nu toe was heel gesloten. Het was voor de buitenstaanders en ook voor ons een beetje kijken naar groeiend gras. Nou ja, daar kwam vanmorgen ineens een schroeiplek in, om het zo maar te zeggen, door de publicatie in het Algemeen Dagblad. Over een conceptakkoord, tekstvoorstellen van informateur Gerrit Salm, als het gaat over ja, toch de grote pijnpunten tussen vooral D66 en de ChristenUnie op dit onderdeel. Medisch-ethische kwesties. Dan moet je denken aan het voltooid leven, experimenten met embryo's. Nou, daar zou dus een conceptvoorstel zijn dat voltooid leven, dat wetsvoorstel, daar doet dit kabinet voorlopig niks aan. Gaat geen initiatieven nemen om de euthanasiewetgeving te verruimen. Tegelijkertijd, als het gaat om embryoselectie, zoeken naar erfelijke ziektes die voorkomen, dat gaat wel gewoon door. Ja, en toen stond ineens alles op scherp. En, ja, verwijten over en weer. Vanmorgen hebben die fractievoorzitters elkaar allemaal wel even gebeld van hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we reageren? Wat niemand heeft gedaan natuurlijk in zo'n situatie. En dan heb ik begrepen dat gistermiddag Gerrit Salm, informateur, dit voorstel, deze teksten, op papier heeft overhandigd aan de 8 onderhandelaars. Nou, wat die er vervolgens mee gedaan hebben, ja, misschien nog een kopie gemaakt, gescand en doorgestuurd naar medewerkers of wat ook, weet ik niet. Later is het ook nog wel even doorgestuurd vanuit het bureau van de informateur naar een aantal mensen. Maar daarvoor lag het bij een aantal journalisten, collega's van Algemeen Dagblad, ja, al op printer, om het zo maar te zeggen. Wat zeg je nou? Het lag dus al bij verschillende journalisten. Ja, voordat het bureau van de informateur het verder verspreid had. Dus ja, dat maar is dat normaal? Want ik weet niet hoe dat gaat. Is dat normaal dat dat bij een paar journalisten terechtkomt, terwijl het zo'n heikele kwestie is? Nou ja, dat is vrij gewoon, ja. Ja? Het gebeurt vaak, helaas gisteren niet bij ons. Maar ja, dat vind ik wel jammer. Maar knap werk van mijn collega's, ja. Maar nee, maar knap werk van de collega's, die hebben niks gedaan. Die krijgen het gewoon opgestuurd. Je krijgt het, oké. Maar wat zit er, Frits, waarom zou je zoiets doen? Want tot nu toe is het eigenlijk behoorlijk, laten we zeggen, droog gehouden daar in die formatie. Nu is er gelekt, maar waarom zou je zoiets doen? Nou ja, als het gaat om lekken, er zijn altijd een paar redenen om te lekken. Soms zijn het mensen die ook ineens betrokken worden in een proces, die een beetje belangrijk willen doen van kijk, ik heb iets en ik ben dus betrokken, ik ben geïnformeerd en ja, niks over zeggen, maar kijk maar even. Soms zit iemand heel ideologisch erin van ja, dit gaat toch niet gebeuren, dus dat moet kapot gemaakt worden. Maar het kan ook een reden zijn van een partij, dan misschien niet direct uit de onderhandelaars, maar in de kring eromheen, misschien wel met medeweten, maar ik ga niet al te veel speculeren, zeker niet over wie dat gedaan zou kunnen hebben. Nou ja, dat ik vind dat je dat wel moet doen. Hoe landt dit bij mijn achterban? Ja. Wordt er gereageerd? Zag je bij vandaag ook meteen een enquête erover. Hoe de ChristenUnie-achterban, en in dit geval ook D66-achterban, dit appreciëren, ja of nee. En wat, maar dus kijk, dus die reactie, Meerte, jij hebt daar zelf met het beltje gehakt als politicus ook. Nu als journalist kan je dat misschien beter duiden. Maar die reactie bij die achterban, dat is misschien wel iets wat je op deze manier zou kunnen peilen. Ja, ik vind het zelf niet de ziekste manier van peilen. Ik bedoel, in principe kun je een akkoord, als het er eenmaal is, hè, dit was niet een akkoord, dit is een concepttekst waar partijen nog mee akkoord moeten gaan. Nou, dan laat je dat aan je fracties lezen. Je kunt aan het congres voorleggen. Dan ja, maar peil je de stemming ook. Nee, lijkt mij niet kijk, zo. Nee, maar dan is er al een akkoord. Dus dan staan ze opeens voor een fait accompli. Kijk, er is een akkoord. Nu kan je het een beetje erin kneden. Ik vind dat echt speculeren. Ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat dat het was. Wat ik interessanter vind is dat je ziet dat zowel ChristenUnie als D66 stemmers aangaven in die peiling die Frits aanhaalt van niet fijn, maar doorgaan met formeren, want het land moet geregeerd en iemand moet het doen, neem je verantwoordelijkheid. En we zitten dus heel hardnekkig vast met z'n allen in de groef dat je bij meerderheid moet regeren. En dat is jammer, vind ik, want we hebben het hier over een marginale meerderheid. Hè? Mm-hmm. Dus deze coalitie die nu gesmeed wordt, nou, die heeft geloof ik 2 zetels, 1 zeteltje, 6, ik dacht 77. Nou goed, het is marginaal. Er hoeft maar iemand op te stappen of iemand zich af te splitsen. Je bent hem kwijt. Dus het is misschien al een beetje infantiel om daar zo aan te hangen. B, als je zegt, we gaan voor een minderheidskabinet. Rutte is enorm bedreven gebleken in het smeden van allerlei deelakkoorden. He, dus dan zei hij, nou, hier wil ik graag met jullie over praten en hier met jullie. En het lukte hem wonderwel continu. Mm-hmm. En ik denk dat je je Kamerleden veel minder vastzet door het zo aan te pakken. Want dan mag je ook nog eens wat vinden. Wat niet al in 100 regels gedefinieerd in zo'n akkoordje staat.